Guy Verhofstadt, de lijsttrekker van de Liberalen in het Europees Parlement. En in Nederland is de vermogensongelijkheid nog groter dan in de VS. Een analyse van Bas van Bavel en Robin Fransman straks. Schuim en as, vandaag met Paul Scheffer. Goedemorgen, dit is Buitenhof op zondag 13 april. En wij beginnen met de man die net geland is op Schiphol, afkomstig uit Milaan vandaag. En hij is hier net op tijd voor een gesprek over zijn grote passie, Europa. Was premier van België jarenlang en is de voorzitter van de liberale fractie in het Europees Parlement. En we hebben het natuurlijk ook over de verkiezingen die al op 22 mei aanstaande hier zijn, meneer Verhofstadt. Maar eerst eventjes, ja, Italië vandaag, morgen Straatsburg geloof ik, tussendoor nog eventjes Amsterdam. De campagne is begonnen. En dat betekent eigenlijk in eerste instantie lijsten maken. Ik ben tot de vaststelling gekomen, als je geen lijsten hebt, kun je geen zetels hebben. En dus is het nodig van in een pak landen. Zijn we begonnen met zo nieuwe lijsten te maken in Frankrijk, in Italië. In Italië is dat een ganse onderneming. Dus u reist heel Europa rond op het ogenblik? Ja, we gaan nieuwe lijsten hebben in Polen, Griekenland, Tsjechië, Hongarije, ja. Italië, Frankrijk. Genoeg te doen. Laten we het hebben over Oekraïne. We zagen net op het journaal antiterreureenheid ingeschakeld. Een dode gevallen, Oekraïnse militair gewonden. Spanning loopt op, gebouwen bezet daar door pro-Russische betogers. Nou, nu dus gewapende hand ontruiming. Bent u er gerust op dat dit conflict beheersbaar blijft? We moeten hopen dat het conflict beheersbaar blijft natuurlijk. Maar er is een duidelijke strategie van Poetin die daarachter zit. Dat is namelijk in zoveel mogelijk landen die behoorden vroeger tot de Sovjet-Unie en die op een of andere manier hun onafhankelijkheid en een democratisch regime willen vestigen. Vandaar op langs de aanwezige Russische minderheden een soort van bevroren conflict van te maken. Ja. Dat hebben we gezien in de Krim, we hebben dat al gezien in Moldavië, in Transnistrië, we hebben dat gezien in Zuid-Ossetië, wanneer Poetin in 2008 een stuk van Georgië is binnengevallen. Dus dat is de strategie, namelijk ofwel ben je bevriend met Poetin, ja, dan is alles oké, okay. Ben je niet bevriend met Poetin, dan is het niet dan okay. Krijg je een bevroren conflict binnen je landsgrenzen. Dus mijn vraag, blijft dit beheersbaar? We moeten hopen dat het beheersbaar blijft. En de enige manier om het beheersbaar te houden is natuurlijk ook een ferme houding van de Europese Unie ten opzichte van Poetin. Niet ten opzichte van Rusland, want ik maak altijd duidelijk het onderscheid tussen Poetin en Rusland. Is die ferme houding er? Die ferme houding is er lange tijd niet geweest. Ik herinner mij met betrekking tot Oekraïne dat het weken, maanden geduurd heeft vooraleer dan uiteindelijk in februari, op 19 februari, 20 februari, die sancties werden afgekondigd. We weten het allemaal, dat heeft lang geduurd. En dat heeft wel de zaken veranderd. Ja. Want ik heb het met bijna eigen ogen kunnen vaststellen op Maidan, hoe die avond van 20 februari, toen die eerste tientallen doden gevallen waren, die sancties plots de meerderheid in de Rada, dat is dus het Oekraïense parlement, deed draaien en er kwam dan een democratische meerderheid aan de macht. Er zit nog een ander verhaal aan vast, hebben we het zo meteen nog even over. Er zijn besprekingen deze week, komende week, tussen Europese Unie, Rusland, Verenigde Staten en Oekraïne op het hoogste niveau. Ja. Deze zaak die zich nu ontrolt in die stad Sloviansk en het oplopen van dit conflict, wat kan dat voor gevolgen hebben voor die besprekingen? Voor die besprekingen denk ik dat we moeten hopen dat er een politiek akkoord eruit komt. Al mijn vrees is nogthans dat. Is dat nu nog denkbaar? Ja, dat is zeker nog denkbaar. Maar mijn vrees is dat het politiek akkoord waar Poetin eigenlijk op aast, is namelijk dat hij met zijn troepen kan blijven in de Krim. En eventueel in andere delen van Oekraïne. En dat is natuurlijk een zaak die we niet kunnen aanvaarden. Vandaar dat ik in elk geval hoop dat los van die besprekingen wij verder moeten gaan met het opvoeren van de druk op Poetin. En de beste manier om dat te doen zijn die persoonlijke sancties. Die sancties die persoonlijk gericht zijn tegen de mensen in de omgeving van Poetin. Hun visa niet meer toekennen, hun bankrekening blokkeren. Want de meeste van die personen zijn oligarchen die met hun geld, corrupt geld vaak, die dat allemaal geïnvesteerd hebben in
onroerend goed in Zuid-Frankrijk, in de city van Londen, in aandelen in de Duitse industrie. En daar achter gaan. Dat is dus het beste wat we kunnen doen. Ja, u had het net over een ferm standpunt dat nu ingenomen moet worden door de Europese Commissie, door de Europese Unie. U zegt dus dat ferme standpunt is het verder opvoeren van de sancties tegen Poetin en de zijnen. Ja, en het uitbreiden van die lijst. Dus niet alleen de mensen die daar nu op staan, ook de familieleden daarvan. Verder ook de oligarchen, dat zijn diegenen die eigenlijk in de omgeving die grote staatsondernemingen leiden. Dat is de beste manier. Want ik geloof eerlijk gezegd niet in de wetenschap dat we het moeten doen met zogezegde economische sancties. Vooraleer Europa daar over eens is. De belangen zijn zo verschillend dat het volgens mij weinig dat uitgaat. En bovendien heeft het ook een negatief effect op de eigen economie in Europa. Ja. Tegelijkertijd zegt Poetin, ja, we gaan nu het gas. Die gaskraan, die gaan we bespelen. We zullen Oekraïne minder gas geven en we zullen ook 18 van de 28 Europese lidstaten zorgen dat die minder gas krijgen. Ja, reden te meer om zo snel mogelijk dat gemeenschappelijk energiebeleid. Het is een goed eigenlijk voorbeeld van waar Europa een meerwaarde kan hebben. Namelijk, we moeten absoluut een energiegemeenschap creëren binnen Europa. En dat betekent dus dat we totaal, grotendeels onafhankelijk worden van die Russische gasinvoer. Had dat niet al lang moeten gebeuren? Ja, in 2006, ik herinner me dat. Ik was eerste minister, was Hampden Court, onder Brits voorzitterschap. Toen zei men, ja, we gaan een onafhankelijk Europees energiebeleid uittekenen. We zijn 8 jaar verder en er is niets van terechtgekomen. Nee. Is dat niet ook tekenend voor Europa? Nee, ik verwijt dat voornamelijk aan de commissie, aan de leiding van de commissie, die nagelaten heeft om dat plan neer te leggen. Dat is de grote Europese Unie, de leiding van de commissie? Dat had Europa zeker moeten doen. En dat is kenschetsend voor het Europa van vandaag. Namelijk op die terreinen waar we echt een meerwaarde zouden kunnen betekenen als Europa, dat doen we niet. Maar tegelijkertijd regulering van de interne markt, overregulering van de interne markt, daar zijn we dan wel sterk in. Dus er is wel degelijk het punt van dat energiebeleid toont zeer duidelijk aan welk ander Europa we zouden moeten hebben. Ja, maar namelijk een Europa dat vaststellen zich niet met met die kleine regeltjes bezighoudt, maar wel bijvoorbeeld een gemeenschappelijk energiebeleid uitdekt. Maar goed, hier zegt u, ik was jaren geleden daar op Hampton Court, hier heeft op het gebied van energiebeleid, hier heeft de Europese Unie gefaald. Ja, er is niets gebeurd wat dat betreft. Duidelijk. Wat we hadden moeten hebben is namelijk één gemeenschappelijk netwerk in Europa. Ze doen dat bijvoorbeeld gas of andere energieproducten die binnenkomen bijvoorbeeld in Spanje, dat die ook kunnen doorgevoerd worden tot in Roemenië, bij wijze van spreken. Waar het nu alleen omgekeerd kan. Ondertussen moeten we weten dat de Amerikanen netto uitvoerder geworden zijn van energie. En wij zijn nog altijd grotendeels netto invoerder. Goed. En dat is dus een duidelijk terrein waar we meer Europa absoluut nodig hebben. Ja. U legt net de zwarte piet bij Poetin. U zegt, we moeten hem harder treffen met sancties. Tegelijkertijd is het zo dat er kritiek is op de Europese Unie en ook op de NAVO, dat men te snel naar het oosten gegaan is. Dat een bedreiging is geweest voor Poetin, voor zijn nationale stabiliteit, voor zijn veiligheid. Zo ziet hij dat, de onderhandelingen tussen EU en Oekraïne bijvoorbeeld. En ook de NAVO die daar bezig is. Poetin ziet dat zo en de Europese Unie heeft daar onvoldoende rekening mee gehouden. Is dat een ondoordachte interventie geweest? Absoluut niet. Ik denk dat absoluut niet gaat om die grote geopolitieke strijd. Ik weet dat nu in de pers en in alle commentaarstukken het gaat over de grote geopolitieke strijd tussen Europa en Rusland. Maar ik heb op Maidan geweest, ik heb in de ogen van die mensen iets totaal anders gezien. Heeft u ook in het hoofd van Poetin gekeken? In het hoofd van Poetin, ik weet niet wie daar zou kunnen in kijken, maar het lijkt me dat hij toch nog altijd zeer sterk beïnvloed is door zijn verleden. Hij is altijd, dat lijkt u weet, ook, KGB, hoofd van de KGB geweest. En ik denk dat hij nog altijd voor een groot stuk zo redeneert. Maar waar ik wel in gekeken heb, is de ogen van iets, die... Ik wil daar iets over vragen, want u doet daar een beetje meesmuilend over. U zegt, ja, het is ex-KGB-agent, hij zal nog steeds wel zo zijn. Het is wel de leider van Rusland. Ja, maar het is een leider van Rusland die op een autocratische manier een land leidt. Ik begrijp er trouwens niets van dat er veel van die Europese politici Marianne Le Pen op kop naar Rusland gaan om daar meneer Poetin te gaan prijzen. Autocratisch. Je kan geen nieuwe partij beginnen in een autocratische leider hoef je je niet te verplaatsen? Nee, in een autocratische leider kun je misschien wel verplaatsen, maar je kan die lijn niet goedkeuren. Het is namelijk een kleptocratie geworden in Rusland. En de beste man die je misschien even kan uitnodigen in deze uitzending is Alexei Navalny, de corruptiebestrijder, die alles er probeert aan te doen om wat hij noemt dat regime van dieven
en criminelen. Dus ik citeer mezelf niet. Ik citeer nu Alexei Navalny om dat te stoppen en dat tegen te houden. En dus ik kan dat niet. Daarom maak ik ook altijd onderscheid tussen Russen en Poetin. Ik denk dat we absoluut moeten oppassen van een anti-Russisch beleid te voeren. Want Rusland is namelijk op een of andere reden verbonden met Europa. Maar er is een democratisch Rusland. Er zijn democratische partijen die wanhopige pogingen doen om Rusland democratisch te maken. Die steunen, dat lijkt me wel. En ook in Europa, want er zijn ook Russische minderheden in Europa. En die moeten beschermd worden. Daar moeten we niet eigenlijk verkeerd over doen. U heeft het over minderheden. Poetin heeft het daar ook over, volgens mij. En ook dat die beschermd moeten worden. Dat is een opvallende gelijkenis. Luister, bijvoorbeeld Russisch sprekende mensen in Estland bijvoorbeeld en in Litouwen, dat zijn voor mij Europeanen die Russisch spreken. Ik ken er een aantal van, want die zitten in onze groep. In het komende parlement zullen we trouwens 2 Russisch sprekende parlementsleden hebben. Maar dat zijn geen verdedigers van Poetin. Die willen juist dat Rusland ook een democratisch land wordt, dat niet corrupt is. En dat heb ik in de ogen gezien van de mensen op Maidan. Die zijn eigenlijk niet bezig met een grote strijd tussen Europa en Rusland. Die willen gewoon in een decent land leven, een normaal land, zonder corruptie. Want je moet weten, in Oekraïne is alles corrupt. Als je bijvoorbeeld naar geneeskunde wilt, dan moet je onder tafel aan de dokter bijbetalen. Als je een uitspraak wil van de rechtbank, moet je de uitspraak, het vonnis kopen van de rechtbank. En in de politiek is het net eender. Dat zijn toestanden die je niet wil. Goed, u zegt dus niet dat laten we zeggen, de EU, de Russische leider, onnodig op de kast gejaagd heeft. Conclusie duidelijk. Ik vind dat wel belangrijk wat je nu zegt. Want het is zo van, kijk, op de kast jagen. Dus je mag niet voor democratie opkomen, want als je voor democratie opkomt in Rusland, zou je de Russische leider in misschien de kast... Gaat het wat is dit voor een redenering? Nee. Dan zaten we tussen... dan zaten we nog altijd misschien met een fascistisch regime of fascistische regimes in Europa. Duidelijk. Mochten we dan niet opkomen tegen Nazi-Duitsland, mochten we niet opkomen tegen het fascisme in Italië, mogen we niet opkomen tegen een communist... Een communistisch regime dat we gekend hebben onder in de Sovjet-Unie. Ik ga niet de redenering van in debat, meneer Verhofstadt, maar de kritiek die er is op de handelswijze van de EU en ook van de NAVO is dat men te hard gegaan is, te dichtbij gekomen is en te weinig rekening heeft gehouden met de Russische manier van denken over macht. Dat zijn de mensen zelf die een keuze maken. En je moet die keuze respecteren. Als die normale Oekraïense families effectief willen in een democratisch land leven, en dan, eigenlijk in een niet-corrupt land, en ook een toekomst, dan vind ik dat iedereen in de wereld die mensen moet steunen. Door naar de Europese verkiezingen. 22 mei zijn ze al. Al over 5 weken, meneer Verhofstadt. Bij ons 25. En u bent een van de 3 spitsenkandidaten, lijsttrekkers die de opvolger van Barroso willen worden, de voorzitter van de Europese Commissie. En daarover zei onze premier Mark Rutte in zijn, ik zou bijna zeggen, beroemde toespraak in Berlijn: het geloof in Europa gaan we niet herstellen met 3 spitsenkandidaten, waarvan u er dus eentje bent. Nou, bedankt, dacht u. Mark, leuk, fijn. Nee, het geloof in Europa zal moeten hersteld worden op veel andere manieren natuurlijk. Dat is één van. Ik denk dat het niet slecht is dat die spitsenkandidaten, om dat Duits woord te gebruiken, er zijn. Omdat je daardoor toch een debat krijgt dat voor het eerst Europees is. En het zullen misschien Europese verkiezingen zijn die niet alleen zullen gaan over de populariteit van de nationale regering. Maar het is natuurlijk niet dat alleen dat het zal maken. Er zal veel meer nodig zijn in de komende 10, 15 jaar om het vertrouwen van mensen terug te winnen in Europa. Even bij die spitsenkandidaten blijven. Martin Schulz, Jean-Claude Juncker, Guy Verhofstadt, 3 met respect. Oudere mannen. Pro-Europees. Ja, ik heb pas mijn verjaardag gevierd vrijdag. Ik rij een keer gebruik het meteen. Is dat waarmee je nou de boze Europese... Het gaat hem niet over de leeftijd burger of over dingen. Het gaat hem over het project. En het project dat wij hebben als liberalen is wel degelijk iets waar we tegenover de andere kandidaten zeggen: kijk, conservatieven en socialisten zijn in de meeste regeringen verantwoordelijk voor het beleid zoals het gevoerd is geworden. En dat is geen succes geweest. Die eurocrisis is er nog steeds. En er is dus een ander Europa nodig. Een Europa dat op bepaalde vlakken meer doet, maar een Europa dat op bepaalde vlakken ook minder doet. Ja. En dat Europa eigenlijk naar voren brengen, daar dat wil ik als spitsenkandidaat doen. En dat heeft totaal niets te maken met het feit dat ik nu 61 ben en vrijdag verjaard ben. Nee, het was een detail, maar ik dacht het is toch even goed om te noemen misschien wel. Er gaan geruchten dat Christine Lagarde, die nu de basis van het IMF, de nieuwe voorzitter zal worden. Dus helemaal niet een van de 3 spitsenkandidaten. Dat men dat doet. Ja.
Maar ik denk dat het Europees Parlement dat nooit gaat aanvaarden, nee. Nee, maar heeft het Europees Parlement dit keer nu echt wat te vertellen? Het verdrag is inderdaad veranderd. Het is namelijk zo dat het de Europese Raad is met een gekwalificeerde meerderheid. De Europese Raad, er zitten dus 28 regeringsleiders in. Die beslissen met een gekwalificeerde meerderheid. En het Europees Parlement, daar moet je ook een absolute meerderheid hebben. Dus het zijn de twee instituten samen, de twee instellingen, die samen die beslissing gaan nemen. Ja, maar wat veel mensen denken is, dat wordt gewoon in die Europese Raad weer bekokstoofd. Sterker nog, Angela Merkel, die daar de macht heeft, die gaat zeggen wie het moet worden. Ja, deze keer gaat het toch wel anders zijn, want het Europees Parlement en de drie belangrijkste groepen hebben al laten weten dat in elk geval, om die democratie in Europa volwassen te laten worden, dat er iemand moet zijn die kandidaat is. Het zou waanzinnig zijn als men nu iemand daarbuiten zou gaan nemen, want dat betekent in de toekomst zeggen, je moet zeker geen spitsenkandidaat zijn hoor, want dan kan je het nooit worden. Hè. Dus dat u is weet mijn zeker dat woorden. Het een van die drie gaat worden? Ik denk het wel, ja. Het kan haast niet anders. En als het niet zo is, dan moeten we toch twijfelen. Nee, dan denk ik niet dat er in het Europees Parlement een meerderheid is. Het is normaal dat deze verkiezing, voor het eerst krijgen de burgers in deze verkiezing, niet rechtstreeks, maar wel onrechtstreeks, de kans om die voorzitter van die commissie aan te duiden. En dat is een enorme sprong voorwaarts in de Europese democratie. Het ergste wat er zou kunnen gebeuren, is dat dat volledig onderuit gehaald wordt, door dan te zeggen, het was wel leuk hè, dat de burgers daar konden voor kiezen, maar we gaan toch maar iemand nemen van de andere kant van de Atlantische Oceaan, of die helemaal geen kandidaat was. Dat kan niet. En ik denk dat het Europees Parlement dat nooit gaat aanvaarden. En ik denk meer nog dat ook de regeringsleiders dat vandaag weten. Ook Angela Merkel. Laten we hopen dat u gelijk heeft. Rutte zei in diezelfde toespraak, de mensen zijn boos. Boos op degene die de afgelopen jaren aan de knoppen zaten in Europa en de Europese Unie. Ondermaatse prestaties bij het bestrijden van de crisis, zei hij. Te snelle uitbreiding en het niet nakomen van afspraken. Klopt. U zit er al heel lang. U zit er al heel lang. U voelt zich aangesproken. Ik denk dat het inderdaad een sterke analyse is van wat er misgaat. We hebben een commissieleiding gehad, Barroso, die niet de visie heeft kunnen ontwikkelen om uit de crisis te geraken. En dat hebben we absoluut nodig. Namelijk een visie op Europa waarbij Europa gebruikt wordt om nieuwe banen te creëren. Om de economie opnieuw op gang te krijgen. En het is langs Europa dat we dat moeten doen. De bankenunie bijvoorbeeld. Wat is het probleem? Het geld is geblokkeerd in de banken en vloeit niet meer door bij de kleine en middelgrote bedrijven in de reële economie. Een bankenunie zou dat kunnen deblokkeren. Of een eengemaakte kapitaalmarkt zou de rentetarieven kunnen naar beneden halen. Of dat energiebeleid waar we het daar juist over hadden, zouden de energieprijzen. Op die manier moeten we uit de crisis Die analyse van Rutte, waarvan u zegt dat is een hele goede analyse, laten we die eens iets tegen het licht houden. Want wat Rutte zei, er is een Engelse uitdrukking voor wat de EU gedaan heeft. Over promise en under deliver. Dat klopt, hè? Zegt u. Maar wat zijn daar de ergste voorbeelden van? Frankrijk bijvoorbeeld wil nu voor de derde keer uitstel van die 3%-norm. Is dat iets waarvan je zegt... Nee, meneer Sapin, dus de nieuwe minister, heeft daar al op teruggekomen. Blijkbaar hebben we zijn Frans niet goed begrepen, want hij heeft gezegd, nee, ik blijf bij die regels. Overigens is het Europees Parlement, de Nederlandse regering, samen met de liberale groep in het Europees Parlement, die ervoor gezorgd heeft dat die regels nu wel nageleefd worden. Wij hebben het stabiliteitspact gewijzigd. Meneer Sarkozy wou die macht nog altijd laten in de handen van de regeringsleiders. Wij hebben gezegd, zo werkt het niet. Het is gelijk dat je aan de mensen met een auto in de toekomst zegt, kijk, in het vervolg, als je een overtreding begaat, moogt je uzelf beboeten. Ik denk niet dat er veel boetes zouden worden uitgedeeld. Daar hebben wij gewijzigd, samen met de Nederlandse regering. Hebben wij in het parlement gezegd, nee, wij willen dat het de commissie is die als een politieagent in deze kan optreden en de regels kan laten naleven. Diezelfde commissie waarover u zegt, dat zijn 28 regeringsleiders die eigenlijk vooral bezig zijn met hun nationale achterban. Nee, de Raad is dit. Hè? De Raad zijn de 28 regeringsleiders. Ik haal twee instanties door elkaar. Maar over die Europese Raad zegt u, daar zitten 28 regeringsleiders in. Die zijn eigenlijk alleen maar bezig met hun nationale achterban. Dat is ook normaal, hè? Ik heb daar niks op tegen en ik kritiseer dat ook niet. Maar als je dus het Europees belang wil verdedigen, dan heb je, zoals we dat gedaan hebben met het stabiliteitspact, een degelijke, goed werkende Europese Commissie met voornamelijk een leiding nodig die een visie ontwikkelt om uit de crisis te geraken. En dat hebben wij de laatste tijd, de voorbije jaren. Dus wat ik eigenlijk zou willen, en dat is ook de reden waarom ik mijn kandidatuur gesteld heb, is terugkeren naar Jacques Delors. Jacques Delors, de vroegere commissievoorzitter uit Frankrijk, die had een idee. Die zei, ik wil een interne markt maken in Europa. En dat gaat de motor zijn van groei.
En ook waren ze daar in het begin tegen, hoor, die regeringsleiders. Maar ze hebben hem gevolgd en is een succes geworden. Dat heeft 10, 15 jaar groei en banen gecreëerd in Europa. En dat moeten we nu opnieuw doen. En die Europese Commissie, daar zitten 28 commissarissen in. Die vergissing maakte ik net. Die 28 commissarissen, daarvan zegt u, dat is geen slagvaardig geheel. Nee, voor mij is het te groot al. Ik zou graag Wat wilt u ermee doen? Ik zou het eerst en vooral willen kleiner maken. Want ik denk dat we, als we verder een aantal nieuwe Balkanlanden hebben die toetreden tot de Unie, dan gaan we van 28 commissaris naar 29, naar 30 de laatste keer. Dus hebben we voor de Kroatische commissaris zelfs moeten een portefeuille bijeenscharrelen. Dus dat moet kleiner zijn. En die commissie moet ook geleid worden door een aantal sleutelposten. Je hebt iemand nodig die volledig het buitenlands beleid, inclusief het handelsbeleid, dat zich neemt. Je hebt iemand nodig voor economische en monetaire zaken, maar ook alle andere portefeuilles daaronder brengen. En dan heb je iemand nodig voor het binnenlands beleid, het bestrijden van de criminaliteit, internationale criminaliteit. Wordt dit een ware Europese regering? De commissie is dat in feite vandaag al. Alleen is dat een oude term, het woord commissie, die nog dateert uit de periode kort na de oorlog. En toen waren er commissarissen in een aantal landen, zoals u dat dus weet. Dus ja, is het antwoord. Een ware Europese regering. Maar dat is het vandaag voor een stuk al. Nou alleen, ja, een bureaucratische op dit moment. Nee, dat moet juist veranderen. Want ik ben absoluut tegen een overdreven bureaucratie in Europa. En ik denk trouwens dat de Nederlandse regering, ik ben het niet met alles eens, maar toch geen slechte oefening heeft gemaakt. Met Rutte, die 54, u kent dat document, die 54 punten, die 54 punten waar ze zeggen, is dat nu echt nodig dat we ons met de kleur van de olijfolie in de restaurants bezighouden? Nee. Is het echt nodig dat we het schoolfruit en de schoolmelk, hè, misschien is dat wel voor de gezondheid goed, maar moet dat op Europees vlak geregeld worden? Ja. Nee. Okay. Dus dat doen, aan de ene kant afslanken wat de bureaucratie betreft, en aan de andere kant echt inzetten op wat banen kan creëren, dat is wat we moeten doen. Door even op Rutte, want die zei in diezelfde reden, de bal ligt nu bij de nationale parlementen. Wat doet u? U zegt, die Europese Commissie, die moeten we omvormen, die moeten we slagvaardiger maken. En het Europees Parlement en de nationale parlementen moeten hun taak op zich nemen. Ik ben zeer sterk voor een systeem waarbij wij op Europees vlak het kader uittekenen, gecontroleerd door een Europees parlement, en waarbij de nationale parlementen dan volledige verantwoordelijkheid houden om dat in praktijk om te zetten. Laat me een voorbeeld geven dat de Nederlanders goed zullen kennen, namelijk pensioenbeleid. Het is niet aan ons om in Europa het pensioenbeleid in detail te gaan uittekenen van elk land. Dat mag in de nationale. Tenzij dat men misschien het Nederlandse pensioensysteem, dat volgens mij een van de beste is in de wereld, gewoon uitrolt in gans Europa. Dat zou misschien maar een veel Nederlanders zijn. Zeggen, dat kunnen wij ook prima met onze begroting. Daar hebben we ook Brussel helemaal niet voor nodig. Maar het gaat niet over Nederland. Het probleem is niet Nederland. Het probleem is dat in een aantal landen binnen de Europese Unie men inderdaad geen gecapitaliseerde pensioensystemen, geen reserves voor pensioenen opgebouwd. En ik wil niet dat Nederlandse of Belgische belastingsbetalers in de toekomst gaan verantwoordelijk zijn als daar tekorten zijn. Ik wil dat die landen zelf, binnen het kader dat wij in Europa uittekenen, een pensioenhervorming gaan doorvoeren. Wij gaan die pensioenhervorming niet uittekenen, maar wij gaan wel zeggen in Europa dat moet voldoen aan deze financiële houdbaarheid, aan deze demografische houdbaarheid. Dat moet ook een minimumpensioen eigenlijk toch aan die mensen kunnen garanderen. Maar hoe dat dan eruit ziet, is dat dan een gecapitaliseerd systeem, een repartitiesysteem, dat gaan ze een DC bepalen. Of een DB-systeem, wat dan ook, en welke de leeftijd is, dat gaat op het nationale vlak verder uitgetekend worden. Ik wil proberen iets helder te krijgen. U en Rutte behoren tot dezelfde politieke stroming. U zei in de Van der Leeuw-lezing, oktober vorig jaar, er zijn veel politici die achter gesloten deuren de loftrompet steken over Europa. Maar zodra de camera gaat draaien, dan durven ze dat niet meer. Juncker, die zei over Rutte in de krant gisteren, hij is in Brussel een stuk pro-Europeeser dan in Den Haag. U had het over deze politici en u noemde dat in die lezing vaandelvlucht. Ja, ze durven niet op te komen voor het standpunt wat ze werkelijk hebben. De nationale politici in het algemeen, dat die een nationaal belang verdedigen. Ik heb het al gezegd, daar heb ik echt geen enkel probleem mee. En ik denk dat de positie die Nederland spreekt... Waarom bent u zo gematigd geworden opeens? Nee, ik ben niet gematigd geworden. Ik vind alleen dat men... U had het over vaandelvlucht. Ja, maar ik vind niet dat men
Nu moet mij proberen te doen zeggen, de Rutte heeft vaandelvlucht gepleegd, want dat is eigenlijk zo'n beetje de richting waar je naartoe wilt. Ik denk dat Rutte eigenlijk wel een belangrijke rol speelt binnen die Europese Unie voor het ogenblik. In de zin van dat hij de brug een beetje probeert te maken tussen die Britten, waarvan er sommigen uit de Unie willen, en dan de grote meerderheid van die landen die verder wil met Europa. En voor zover dat ik dat heb meegemaakt in het stabiliteitspact, dat heb ik er juist al aangegeven, heeft hij dat prima gedaan. Laten we even kijken naar wat cijfers. 2/3, meneer Verhofstadt, van de Nederlanders wil de macht van de Europese Unie beperken. En 2/3 van de Nederlanders denkt niet dat ze er door de Europese Unie economisch op vooruit zijn gegaan. Ja, dus dan aan ons om het tegendeel te trachten te bewijzen. Ja, dat kunnen we denk ik doen als we dat tenminste willen doen. Bijvoorbeeld banen. 2 miljoen banen in Nederland hangen af van de interne markten van de Europese Unie. 2 miljoen banen. De euro, een ander voorbeeld. Indien de euro zou verdwijnen in Nederland, is berekend geworden, door ING onder meer, dan zou er een economische terugval zijn in Nederland die 3 maal sterker zou zijn dan het Lehman-debakkelen. Meneer Wilders heeft een ander onderzoek in laten stellen, daar blijkt ook iets heel anders uit. Dat heeft hij zelf besteld en binnen 15 jaar gaat het misschien beter gaan. En ING gaat nu 15 jaar, gaat iedereen hier 15 jaar wachten vooraleer het misschien beter gaat en gaan. En ING heeft geen enkel belang? Ik kan alleen maar één zaak zeggen, dat is dat iedereen weet dat Nederland met zijn logistieke bedrijven belang heeft bij de interne markt en de euro. En dat het een stommiteit zou zijn van dat instrument voor groei van Nederlandse economie te laten vallen. Het is bijna waanzin dat het zou gebeuren. En wat zeggen in feite de nationalisten en de populisten en de eurosceptici? Wat zeggen? Want het is een pont allegaartje. Ja, er zit daar Le Pen, mijn vader is een antisemiet, die werkt dan samen met Wilders hier het is in Nederland. En... Ja, ga door. Nee, dat is de realiteit. Ja. Ik beschrijf gewoon de realiteit van die club. Maar wat stellen ze voor? Ze stellen voor dat de problemen gaan verdwijnen wanneer we ons terugtrekken achter onze nationale grenzen. Dus weg met de werkloosheid. Gedaan met de klimaatverandering waarschijnlijk. Gedaan met de migratie als we ons terugplooien achter onze grenzen. Terwijl dat allemaal problemen zijn, zeker de klimaatverandering, die je alleen maar kan oplossen op een Europees niveau. Tegelijkertijd, meneer Verhofstadt, u zegt ook, er is inderdaad een meetbare weerzin tegen Europa, bij veel kiezers. Mm-hmm. He, naar schatting gaat 30% van de stemmen. Mijn vraag. Die weerzin, die boosheid van de Europese burger, waar deelt u die? Wel, ik deel die wanneer een burger schrik heeft van de globalisering die op hem afkomt. Dan deel ik die. Namelijk zeggen, dat is niet de boosheid van de burger. Nou, dat is die wel gaat de boosheid. Over Europa, niet over de rest van de wereld. Hij doet die met elkaar in verband brengen. Hij zegt namelijk, kijk, die producten die gedumpt worden op onze markten uit China, die financiële producten die komen uit de andere zijde van de Atlantische Oceaan, de migratie die komt uit een daar heeft hij terecht schrik van. En wat wij moeten zeggen tegen de burger, beter dan op nationaal vlak kunnen vele van die problemen juist opgelost worden, beter opgelost worden op Europees vlak. Neem klimaatverandering. Maar dat is precies bijvoorbeeld waar de uitstoot aan twijfelt. Ja, maar wij, omdat met andere woorden er geen politici zijn die dat ook zeggen en ten tweede in de praktijk brengen op Europees vlak. Vindt u dat tracht ik te doen. Vindt u dat Nederland anti-Europees geworden is? Ik denk dat Nederland eurokritisch geworden is, ja. En dat is gebeurd in 2005, denk ik. Naar aanleiding van het referendum over de grondwet, die een veel te ingewikkelde tekst was. En uiteindelijk ging het daar niet over. Ik denk dat vele Nederlanders toen een beetje een afkeer gekregen hebben van dat ingewikkelde Europa. Daar waar het juist een oplossing zou kunnen zijn voor vele van onze vraagstukken. In 2005 is die ommekeer er wel gekomen. Maar Stel je dat voor. Is nu toch geen reden om nu dat verhaal... Nee. En die Weet u, de wereld van morgen, de wereld van morgen bestaat juist uit China, uit Indië, uit Brazilië, de Verenigde Staten, allemaal grote economische blokken. En wij denken nog altijd dat we in verspreide slagorde met 28 daar tegengas kunnen geven. Weet u, er is geen economische crisis in China. Er is geen economische crisis in Indië. Er is geen economische crisis zelfs meer in de VS of in Japan. Die groeien. Ja. Wel geweest, maar die zijn eruit gekomen. Waarom? Omdat ze een bankencrisis onmiddellijk hebben opgelost. Omdat ze een bankenunie hadden. En wij zijn er nog altijd aan bezig. En er staat... Hetzelfde. Ja. De Amerikanen zijn vandaag
veel competitiever dan wij. Onder meer omdat de energieprijzen laag zijn. En wij zijn nog bezig na te denken over gemeenschappelijk energiebeleid. Er zijn mensen, hetzelfde, meneer Verhofstadt... Mag ik nog één voorbeeld geven? Nou, stop ik. Echt waar. Het digitale. Ja, het digitale. Vooruit. In de Verenigde Staten van Amerika, wat heb je? Google, Facebook, Twitter, allemaal Amerikaanse bedrijven. Waarom? Omdat die in een eengemaakte markt werken. Terwijl wij op het digitale nog altijd 28 markten hebben. Gelukkig hebben we nu Nelly Kroes, die daar iets aan doet en die dat in de markt gezet heeft. U komt op toeren. Twijfelt u wel eens? Natuurlijk twijfelt iemand. Het lijkt alsof u alles heel zeker weet. Zeker als het over Europa gaat. Met betrekking tot Europa wil ik toch... Waarom twijfel ik niet? Antwoord op mijn vraag, alsjeblieft. Waarom twijfel ik niet over Europa? Als je bijvoorbeeld contact hebt met het IMF, met mevrouw Lagarde, waarover u daar juist sprak als mogelijke kandidaat voor de commissie. Of je hebt contact met het ministerie van Financiën in de Verenigde Staten van Amerika, waar ik ook ben geweest een jaar en een half geleden. Of je hebt contact met de OESO, dat is de think tank van de westerse landen. Okay. Wat zeggen die allemaal? Die zeggen allemaal wat u net zegt. Hetzelfde. Ja. Namelijk, er is nood aan een sterk Europa en er is nood aan Europa daar waar het een toegevoegde waarde heeft. We hebben geen Europa nodig die een superstaat heeft, een enorme bureaucratie, maar waar het nodig is, energiebeleid, gezamenlijk leger, daar hebben we meer Europa nodig. Citaat, tot slot, aan het eind van dit gesprek. 2 jaar geleden schreef u het manifest voor Europa, samen met Daniel Cohn-Bendit, de leider van de Groenen in het Europese parlement. Daar staat letterlijk in, het is het een of het ander. Ofwel, we kiezen resoluut voor een federaal Europa, de Verenigde Staten van Europa. Ofwel, we vallen met z'n allen terug in onze nationale vergeetputten. Is dat de keuze, volgens u? De keuze is effectief voor een meer geïntegreerd Europa. En ik gebruik het woord federaal niet, want als ik dat in Nederland gebruik, dan denkt iedereen dat ik een superstaat wil. En het is juist het tegenovergestelde. In België kan dat gebruiken, we zijn een federaal land en men verstaat dat. Maar in Nederland, als ik het woord federaal gebruik, denkt iedereen, hier wil een superstaat maken met een enorme bureaucratie. Terwijl juist het tegenovergestelde is. Verenigde Staten van Europa. Dat staat in het citaat. Weet u wie dat eerste gebruikt heeft, dat woord? Nou. Verenigde Staten van Europa? Jean Monnet, maar voor hem nog, Winston Churchill. Dat was een Brit. En u, ja... Nou, mooi. Hartelijk dank. Graag gedaan.